Jij van de rottigste sommen voor jullie, denk ik. Een verhaaltjesom van dit hoofdstuk dan, met een brug en zo'n lastige formule. Hoe pak je zoiets nu aan? Nou, ik ga het je laten zien. Eigenlijk wat je hier steeds moet doen, is dat je er rekening mee moet houden dat het om een parabool gaat. Dus als je ook kijkt. Oh, er staat te licht. Momentje hoor. Als je deze formule ziet, wat betekent die formule nou? Deze formule, daar staat i is 0,00252x². En er staat erbij plus 75. Deze formule, die hoort bij een parabool. Dus bij zo'n soort ding hoort die. Normaal, jullie kennen ze zo, maar deze is een beetje uitgerekt. Nou, hoe moet je die parabool dan verder zien? Nou, oep. Mijn pennetje glijdt weg. Ik heb een nieuw pennetje, maar hij glijdt een beetje weg. Zo. Kijk, hoe moet je die parabool verder zien? Ze schetsen, hè? Je hebt dan eigenlijk zo de assen. En als je nu goed kijkt, zie je dat hier de x-as loopt. Maar wat is deze lijn dan? Deze lijn is het wegdek. Dus dit is het wegdek. Dit is de verticale as, de y-as. En hier zit de oorsprong. En dan hebben ze er hierbij gezet 100. En hier hebben ze erbij gezet min 100. Dan hebben ze hier, ik doe het even voor de uitleg even laten zien hè, hoe het werkt. Een a-tje gezet. En hier hebben ze geen puntje gezet. En tussendoor zit er nog een b en een c. Nou, wat is nu, wat betekent deze formule nu? Nou, deze formule betekent dat als je wil weten hoe hoog het touw of de kabels tussen de bruggen is, zeg maar, tussen die hangbrug, hoe hoog dat je zit, dat is je i. Dus je kunt bijvoorbeeld min 100 invullen in de formule. Hier kun je min 100 invullen. En wat er dan uitkomt, is de hoogte. Dus precies hoe hoog dat je zit. Nou, en zo kun je dat voor ieder punt doen. Bij iedere x hoort een i. Dus bij iedere hoogte, echt bij iedere hoogte, hoort ook een breedte en andersom. Nou, waar moet je nu eventjes op gaan letten? Ze vragen soms, hoeveel steekt hij uit boven het wegdek? Nou, en dan willen ze bijvoorbeeld alleen maar dit stukje weten en niet het hele stuk waar heel de formule voor geldt. Ik ga het je laten zien. Ik ga het je laten zien. We beginnen eerst even gewoon met vraag A. Neem x is 20 en bereken y. Wat betekent dat nu eigenlijk? Nou, als je hier die brug hebt, kun je kunnen zien rechtsbovenin, dan zit, stel je voor, er zit hier bijvoorbeeld 20. En als ze dan zeggen, bereken i, dan willen ze eigenlijk weten hoe hoog zit je hier boven het wateroppervlak. Want de formule geldt voor boven het wateroppervlak. Dan ga je gewoon 20 invullen. Al snap je er helemaal niets van, x is 20, vul maar in. Dan krijg je allicht al punten. Het is ook goed toevallig, maar soms moet je nog dingetjes mee doen. Maar meestal is als je dat gelijk gaat invullen, is het meestal goed. Voor degenen die zeggen, ja, maar ik wil toch wel begrijpen waarom. Nou, je hebt dus een formule. En met die formule kun je uitrekenen deze. Oh. Ja, dat is dat nieuwe pennetje. Zo. En met deze formule kun je uitrekenen hoe hoog het is als je op x meter zit, zeg maar. Dus hier zit 100 meter, hier zit min 100 meter, zo, 100 meter en min 100 meter. Hier zit 0 meter. En alles daartussen kun je dus ook uitrekenen door het voor x in te vullen. We gaan dus voor x 20 invullen. En dan krijgen we de hoogte die daarbij hoort. Nou, dan schrijf je dus op, i is 0, en de tussenstappen moeten keer 20 kwadraat plus 75. En dus de formule invullen. En dan krijg je hier dus, dit is dus gelijk aan 0,025 keer, nog even erbij, 400 plus 75. En dan kom je dus uit op 1 plus 75. En 1 plus 75 is 76 meter. Let op dat je de goede volgorde aanhoudt. Kijk, eerst kwadrateren en dan pas de rest gaan doen. Nou, waar moet je nu op letten? Dat je ook de meters erachter zet. En dat je het overneemt, de tussenstappen en al dat soort dingen. Dan gaan we door met vraag B. Hoeveel meter is het wegdek boven het water? Nou, hoe moet je dat nu gaan oplossen? Nou, kijk, als je hier nu zo. Oh. De foto hebt. En ze willen nu weten hoe hoog is het boven het water. Dan willen ze dus dit stuk weten. Dit stuk willen ze weten. Het wegdek boven het water. Nou, dat kan op verschillende manieren.
Maar eigenlijk is maar één manier juist. Want er is maar één manier, want je hebt dan zeg maar, het kan verschillende manieren, maar dan moet je weten welke hoogte er hoort en dat soort dingen. Dus dan kom je eigenlijk niet veel verder. Dus dan moet je meer informatie hebben. Dat bedoel ik eigenlijk. Het kan op verschillende manieren als je meer informatie hebt in je som. Nou, dat hebben we niet, dus dan gaan we nu kijken waar zit dat punt nou precies. Nou, als je nu hier kijkt, bij dit punt, daar ligt eigenlijk de kabel van de brug gewoon op het wegdek, zou je kunnen zeggen. Dus eigenlijk heb je hier met de formule, als je de hoogte van de kabel uitrekent, dan zit je eigenlijk precies op het wegdek. Met andere woorden, dan is dus wat je invult in de formule, is precies dit stukje. Is precies dit stukje. Want met de formule, ik zal hem even opschrijven, met de formule I is 0,0025 x kwadraat plus 75, reken je de hoogte van de kabel uit. Dus je kunt zeggen, nou, ik wil deze uitrekenen, dan vul je de x in die hier zit. Wil je c uitrekenen, dan vul je de x in die hier zit. En zo kan je dan de hoogte uitrekenen. Hier zit die precies op het wegdek. Dus als we nu de hoogte van de kabel gaan uitrekenen, dan heb je eigenlijk de hoogte van het wegdek, want daar zit niets tussen. Dus als we nu x is 0 invullen, dus bij het laagste punt van de brug zou je kunnen zeggen. Dan vullen we voor x vullen we 0 in. En dan krijg je dus dit. Keer 0 kwadraat plus 75. Dan krijg je dus 0,0025 keer 0 plus 75. Ofwel 0 plus 75. Oeh, past dat nog? Oeh, net. Is 75 meter. Dus de hoogte van het wegdek is 75 meter. Dus zeg maar eventjes, dit stukje is 75 meter. En dit is dus overal. Oh, ik ga nou te hoog. Zo. Dit stukje is dus overal 75 meter. En dat heb ik dus uitgerekend omdat ik weet dat hier het laagste punt zit. Ja? Dan gaan we naar som C. Nu zeggen ze, hoeveel meter steekt toren A uit boven het wegdek? Nou, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat je het plaatje niet eens hoeft te zien, of te hoeft te begrijpen om te weten wat je moet doen. Want je zal allicht hier iets in moeten gaan vullen voor een x om de hoogte van A uit te rekenen. Nou, stel je nu voor, we willen weten hoe hoog A dus boven het wegdek zit. Dan willen we dus dit weten. Dit willen we weten. Wat doen we dan? Dan vullen we de x in. En die x is min 100. En dan zien we precies hoe hoog A boven het water ligt. Let op, ze vragen niet hoe hoog zit het boven het water, maar boven het wegdek. Maar daar kom ik strakjes op. Dus we gaan eerst kijken hoe ver zit A boven het water. Dat gaan we eerst doen. Nou, als we dit gaan doen, dan schrijf je dus de formule op. I is 0,0025 x kwadraat plus 75. Voordeel van zo'n verhaaltje is soms dat je op een gegeven moment wel weet wat de formule is. Maar kijk toch altijd wel eventjes terug, want het is zo zonde als ik hier bijvoorbeeld een nulletje te weinig schrijf, dan krijg ik ook een fout antwoord. Min 100, en let op, je vult een negatief getal in, dus dat moet tussen haakjes in het kwadraat, plus 75. Dan krijg je dus I is 0,025 keer dit, 10.000, plus, oeps, zo, plus 75. Waar kom je nu op uit? Je komt nu uit op 25 plus 75, ofwel je komt uit op 100 meter. Oeh, dat past net niet meer. Hè? Doe het eventjes zo, hè. Kijk, hoppatee. 100 meter. Daar kom je op uit. Je komt uit op 100 meter. Nou, is dat niet het antwoord van het nakijkboekje? En ik kan me voorstellen, als jij het gaat nakijken, dan denk ik, nou, ik heb het goed gedaan, want ik heb hem ingevuld in de formule. En dan moet je altijd eventjes teruglezen in de vraag. Wat staat er precies? Er staat, hoeveel meter steekt toren A boven het wegdek uit? Dus, je hebt... Ze willen dit weten. Maar jij hebt het hele stukje uitgerekend. Jij hebt zeg maar een ander kleurtje. Ik denk dat het voor jullie fijner is als ik met verschillende kleurtjes werk. Zo. Je hebt zeg maar heel deze hoogte uitgerekend. Want daar geldt die formule voor. Oh, A ligt weer net buiten. Jongen, 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 jongen. Dan gaan we weer hoor. Dan komt hij weer in beeld. Kijk, je hebt zeg maar alleen dit stukje. Dit stukje. Heb je nodig? Dat willen ze weten. Hoeveel meter steekt de toren A boven het wegdek uit als dit stukje? Maar je hebt het hele groene stuk heb je uitgerekend, namelijk de hoogte.
boven het water. Daar geldt de formule voor. Nou, en wat moet je nu gaan gebruiken? Je moet nu gaan gebruiken dat je weet dat... Oh, dat is weer niet te zien. Dat je weet dat dit stukje, dat dat 75 meter is. Dat moet je gaan gebruiken. Het groene stuk is 75 meter. Ja, dan kan ik het rode stukje uitrekenen. Want het hele stuk, dit hele stuk, is 100. Het groene stuk heeft 75 in gebruik. Ja, dan blijft er voor het roze stukje 25 meter over. Nou, je had van mij ook dit mogen gebruiken. Maar dat vind ik is voor sommigen te lastig, denk ik. Dus, wat schrijf je dan op? Punt A steekt 25 meter boven het wegdek uit. Ik moet er maar bij. Dat is hoe het werkt. Dan gaan we naar som B. Nu zeggen ze, bij punt B is een metalen staaf. Heb ik wel punt A gedaan? Heb ik punt B gedaan? Ja, punt A. Ja, punt B. Nou, hoort bij x is min 40. Met andere woorden, als je hier vanaf punt B recht naar beneden gaat, dan krijg je hier op de x-as punt min 40. Nu willen ze weten, bereken de lengte van de staaf. Nou, wat bedoelen ze daar nu mee? Het stukje vanaf de kabel tot aan de weg, dat stukje hebben ze nodig. Want dat is zo'n metalen staaf. Dus, ja, wat groter natuurlijk. Dus dat stukje willen ze weten. Hoe hoog is die staaf? Nou, hoe kan je dat nu uitrekenen? Je gebruikt eigenlijk een beetje wat je bij het vorige net ook hebt gedaan. Je gaat eerst kijken hoe hoog ligt punt B helemaal van de weg af. Dus we gaan eerst kijken hoe hoog is die in zijn geheel. Hè? En dan ga ik even de hoogte van de weg eraf halen. Dus ik reken eerst het hele groene stukje uit en ik moest het roze stukje weten. Dan haal ik van het groene stukje het oranje stukje af en dan hou ik het roze stukje over. Ik zal hem even hier laten zien dat je het beter ziet. Kijk, ze willen het roze stukje willen ze weten. Hè, dat is dit stukje, zeg maar eventjes. Dat roze stukje willen ze weten. Nou, dan heb ik het oranje stukje. Daarvan weet ik dat het 75 meter is. Als ik nu weet hoe hoog deze met z'n tweeën zijn. Dus eigenlijk hoe hoog punt B zit. Dan heb ik deze afstand. Daar haal ik het oranje stukje 75 meter haal ik eraf. En dan hou ik het roze stukje over. Dus we gaan kijken hoe hoog zit punt B. Dan ga ik eventjes dit voorwissen. Want jullie weten dan toch wat we gaan doen, hè. En dan gaan we eerst neem je weer de formule over. I is 0,0025 x kwadraat plus 75. Ik controleer het terwijl ik hem uitschrijf, kijk ik even of ik goed aan het schrijven ben. Dan gaan we invullen, min 40. En let op, je vult een negatief getal in. En dan moeten er altijd haken omheen. Zo, plus 75. Dan gaan we verder uitrekenen. Dan krijg je dus dat dit gelijk is aan 0,0025 keer 1600 plus 75. En dan gaan we dat dus verder uitrekenen. En dan krijg je dus 4 plus 75. Ofwel je krijgt 79 meter. Dus het hele groene stukje is 79 meter. Dat stuk hebben we. Nou, we moesten het roze stukje hebben. Dat is wat ze willen weten. Maar ik weet ook dat roze plus oranje samen 79 is en dat oranje stukje 75 meter is. Dus ik weet niet of jullie oranje op het plaatje kunnen zien. Dit stukje is 75 meter, zeg maar eventjes simpel gezegd. Het hele stukje vanaf B was 79. En dan heb je hier zo'n heel klein roze stukje over. En dat is dus 79 meter min 75 meter. Ofwel, de lengte van de staaf, dus dan schrijf je op de lengte van de staaf. Ik ben zo blij met mijn pennetje, dan kan ik weer wat netter schrijven. Dat is voor mij al moeilijk. Zeker als ik het met mijn hand moet doen, met een pennetje wel haperen. Lengte van de staaf is dus, en dan mag je niet 4 meter opschrijven, nee. 79 min 75 meter is gelijk aan 4. Ik denk dat niet pas. Nee, nou, pas net. 4 meter. Dan gaan we nu naar vraag E. En vraag E gaat heel ver. En niet ieder jaar zal dit in de toets zitten. Zo'n lastige vraag. Soms wel, soms niet. Ligt er ook aan hoe ver jullie gekomen zijn. Of hoe ver we gekomen zijn.
Nou, bij hoek C zit een vogel, bij punt C zit een vogel. En nu zeggen ze het omgekeerde. Nu zeggen ze, die vogel zit 16 meter boven het wegdek. Dus die vogel, die zit dit paarse stukje. Dat stukje is 16 meter. Nu zeggen ze, zoek eens uit welke x daarbij hoort. Nou, dan gaan we even kijken weer. Het oranje stukje, dat was 75 meter. Weet je nog? Dus wat kan ik nu doen met die formule? Nou, y is 0,0025x kwadraat plus 75. Ik kan nu niet de x invullen, want die moet ik juist gaan rekenen. Dus blijkbaar kan ik dan de y invullen, want één van de twee heb je. En heb je hem niet zo gekregen, dan kun je hem uit je plaatje halen. Nou, y is dus de hoogte van dit punt C. Dat is y. Dat is de hoogte van punt C. Dus die weten we wel. Nou, hoe hoog is dat namelijk? Nou, tot aan de brug is 75, zeg maar eventjes. En dan nog vanaf de brug tot aan de kabel is 16 meter. Dus eigenlijk weet je meer dan dat je denkt. Je weet namelijk niet hoe groot x is, maar je weet wel wat er uiteindelijk, wat het antwoord zeg maar is. Dus je hebt nu niet wat je in moet vullen, maar jij weet nu wat er uit moet komen. Nou, daar ga je volgend jaar een hele mooie manier voor krijgen om hem op te lossen, de balansmethode. Maar vooralsnog zal je het zonde moeten doen. Nou, en hoe doe je dit nu? Nou, 91 is 0,0025 x kwadraat plus 75. Nu kun je twee dingen doen. He, want we gaan nu kijken welke x hoort erbij. Dus de x moeten we gaan terugrekenen. He, want we hebben gekeken hoe hoog zit punt C. En dan gaan we nu kijken welke x hoort daarbij. Dan hoef je daarna niets meer te doen. Dat wordt je x. Nou, hoe doe je dat nu? Nou, er zijn verschillende manieren voor. Eigenlijk zie je misschien, ik weet niet of je het ziet. Je kunt voor x, ik ga het eerst even anders uitleggen. Je kunt voor x gewoon getallen proberen. Je ziet waar xc ongeveer zit. En hij lijkt, daar mag je nooit helemaal vanaf gaan natuurlijk. Want even kijken hoor, want het lijkt hier precies op de helft en dat is het eigenlijk niet. Maar je zou kunnen zeggen, ik ga gewoon wat invullen. Hier zit hij lijkt op 50 te zitten. Nou, laat ik nou gewoon eens even 50 invullen. Dan zou je kunnen zeggen, ik vul hier 50 in. Dan ga je uitrekenen wat daar uitkomt. En dan zul je zien, dat is niet 91. En dan zie je ook van, oh, ik zit nog niet zo hoog. Dus ik moet verder. Dan ga je andere getallen invullen, bijvoorbeeld 60, bijvoorbeeld 70, bijvoorbeeld 80. Dan ga je eigenlijk gewoon proberen. Een andere manier is dat je gaat terugrekenen. En dat je nu zegt, nou kijk, ik had die 75 plus 16. En hier tel ik nog een keer 75 bij op. Met andere woorden. Maar dit begrijpt niet iedereen. Hè? Maar met invullen, proberen. Zo doet het nakijkboekje het. Dus zo doet het nakijkboekje het. Dus zo kom je eigenlijk ook al heel ver. Als je het zo gaat doen. Het zijn altijd dan getallen waar je gewoon mooi uitkomt. Dus het zijn altijd getallen als je gaat invullen dat je er ook aan uitkomt. En dan ga je gewoon proberen. Nou, 50 was niet goed, dan ga je gewoon iets anders proberen. Dan probeer je 60, dan probeer je 70. Nou, en dan zul je zien, als je hier 80 had geprobeerd, moet je wel laten zien dat het dan uitkomt. Ik ga even de andere manier laten zien. De andere manier, ik laat straks voor wie dit snel ging, aan het eind laat ik dit nog een keer zien. Ja, dan eventjes de andere manier. Want sommigen zeggen ook, ja, ik wil juist die andere manier zien. Nou, wat je hier eigenlijk hebt staan, is dat 0,0025 keer x kwadraat is 16. Ja, ofwel iets keer 0,0025 is 16. Kijk maar, je doet 0,25 keer iets, maar die 2 mag je omdraaien. Hè? Dat weet je nog, hè? 3x is hetzelfde als x keer 3, want 2 keer 3 is hetzelfde als 3 keer 2. He? Dus je mag die 2 omdraaien. Nou, dan doe je dat als eerst. En dan ga je kijken, oké, ik heb x kwadraat. Die heb ik keer 0,0025 gedaan, zeg maar eventjes. En toen kwam ik uit op 16. Hoe moet ik dan terug gaan rekenen? Dan doe ik het omgekeerde. Als je terug gaat, doe je het omgekeerde. Maar dit gaat ver, hoor. Dit is echt alleen voor degenen die het interessant vinden. Dus als je extra uitdaging wil. 16 gedeeld door dat. Wat blijkt dan? Dan blijkt dat x kwadraat gelijk moet zijn geweest aan 6400. En omdat je aan de positieve kant zit, die zit hier, hij zit niet hier, hij zit hier, is dus x gelijk aan 80, ofwel 80 meter. Dus of je gaat proberen, of je gaat terugrekenen. Nou, hoe zit het nu met dat proberen? En voor degene die zeggen, ik snap niet hoe je aan 91 komt, ga ik nog een keertje laten zien. Snap je het nu, kun je uit het filmpje gaan. Maar zeg je zoiets van, ja, ik snap het toch nog niet. Dat doe ik net als in die les, ga ik nu weer een stukje verder voor degene die zeggen, ja, ik wil nog een beetje ervan zien. Je hebt de formule.
I is 0,0025 plus x kwadraat. Hoe begin je bijna het belangrijkste? X kwadraat plus 75. Zo. En hoe zit dat nu? Die formule hoort bij zo bij een parabool. Hier zit punt C bijvoorbeeld. En dan kunnen we de hoogte van punt C uitrekenen. Dit is je y-as, dit is je x-as. Die hoogte kunnen we uitrekenen, want bij die hoogte van C hoort hier een x. En de x van C die heeft hier een y. Dat hoort bij elkaar. He, dus als x is 10, vul je 10 in, et cetera. Nou, nu willen we juist weten, wat is de x? Dus dan hebben we de hoogte nodig van punt C. We weten dat punt C 16 meter boven het wegdek zit. En we weten dat de hoogte 75 meter is tot aan de brug. Die twee dingen weten we. Ofwel, dit hele stuk is 91 meter. Dus wat weet je? Die vogel zit vanaf het water. Dus hè, wat gaat, ja, ze hebben genoemd hoeveel hoog zit die boven het wegdek. Maar we willen juist zien hoeveel boven het water. Daar werkt de formule voor. Nou, boven het water zit die vogel 75 meter plus 16 meter. Hè, want dit stukje is 16, is 91 meter. Dus de vogel zit 91 meter boven het water. Dat weten we nu. Nou, gum ik dit even uit. Wat weten we nu? Nou, we weten nu dat bij een bepaalde x, namelijk deze x die hier zit, die x, hè, want hier zit punt C, die x, deze x, die willen we weten. We weten dan wel, we weten niet wat gaat erin, maar we weten wel wat komt eruit. Wat komt er namelijk uit? 91 meter, want dat is die hoogte. Nou, en nu ga je gewoon voor x getallen invullen. Bijvoorbeeld 50, want hij lijkt op de helft. Nou, gaan we 50 invullen. Dan krijg je dus 0,0025 x kwadraat plus 75 is, nou, dan krijg je 0,0025 keer 50 in het kwadraat plus 75 is. En je zult zien wat eruit komt is geen 91. Dan ga je zo dat ook doen met 60, ook met 70, ook met 80. En je zult dan zien op het moment dat je... Je kunt ook zeggen ik ga van 50 in één keer naar 70, dat kan ook, hè. En dan zul je zien op het moment dat je 80 gaat invullen, dan krijg je dus 0,0025 keer 6400 plus 75. En als je dat verder uitrekent, dan zul je zien dat je inderdaad op 91 uitkomt. Dus het klopt, die hoogte van 91, hè, dus die 16 meter boven het wegdek, die klopt als je voor x 80 invult. Ja, of min 80, maar je zit aan het positieve stuk. Dus moet x wel 80 zijn. Dus x is 80. Want als je 80 invult, dan kom je uit op 91. Moet je wel even laten zien. Niet alleen opschrijven x is 80. Je moet dit stukje laten zien dat je 80 invult en dat je uitkomt op 91. En je moet laten zien waarom rekenen we met 91. Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje.